So for this time, guys, I'm going to share with you on how I answer my Anfalzinnen. Okay, I will read it also to you. So memorize or familiarize, and surely 100% you will pass the exam based on my experience, because this the question I only encounter in this question and answer which the website of Nederland provide. Okay. S'avond doe ik mijn ring af. Ik leg mijn ring altijd op de kast. Alia pakt eerst een kopje koffie. Daarna gaat ze naar school. Aaron gaat donderdag op reis. Hij vindt dat leuk. Aaron is dokter. Hij werkt in het ziekenhuis. Aaron is schilder. Hij schildert meestal huizen. Abdul stuurt zijn familie elke week een e-mail. Hij schrijft dan over zijn werk. Abil is op school. Hij heeft les. Ahmed is klaar met school. Hij gaat werken. Adam is aan het koken. Hij maakt rijst. Ahmed brengt zijn zoon naar het vliegveld. Zijn zoon gaat op reis. Aiden is bij de bakker. Hij wil een brood. Alik gaat naar school. Hij wil graag leren. Alex gaat altijd met de trein. Ik ga graag met de auto. Alex is ziek. Hij heeft pijn aan zijn been. Alex wil nieuwe schoenen. Hij gaat naar de winkel. Alex kan niet goed lopen. Hij heeft pijn aan zijn voet. Ali werkt in een fabriek. Hij wil geld verdienen. Alice werkt in een ziekenhuis. Zij is daar dokter. Amil sport graag. Sporten is gezond. Anna is niet blij met haar huis. Ze vindt haar huis te klein. Ananda is aan het koken. Ze maakt spaghetti. Andres werkt op het land. Het werk is zwaar. Anissa maakt huiswerk op de computer. Ze doet dat altijd. Anna is bij de dokter. Ze krijgt paracetamol. Anna's huis is te klein. Ze wil snel verhuizen. Arif wacht op de bus. De bus komt laat. Arjun moet elke dag reizen naar zijn werk. Hij werkt in een andere stad. Arnold is schoonmaker. Hij werkt in een fabriek. Ayla eet haar ontbijt snel op. Hij heeft honger. Aziz loopt elke dag. Hij loopt naar zijn werk. Barry is geslaagd voor zijn examen. Hij krijgt diploma. Bart gaat bijna elke dag met de auto. Hij rijdt dan naar werk. Berat geeft les. Hij vertelt over Nederland. Bilal gaat naar de bioscoop. Hij gaat met zijn partner. Bob houdt niet van zwemmen. Hij gaat liever voetballen. Brenda doet een opleiding. Ze moet iedere avond studeren. Kai werkt met hout. Hij maakt een tafel. Carla drinkt een glas water. Ze doet dat altijd. Carlos gaat vroeg slapen. Hij is moe. Carlos is vrij. Hij gaat naar Amsterdam.
Carlos maakt muziek. Hij doet dat elke dag. Carmen eet elke dag een banaan. Soms eet ze ook een appel. Caro gaat vaak met de bus naar school. Soms gaat ze met de fiets. Shin verkoopt bloemen. Ze doet dat elke dag. Chris heeft een computer. Hij gebruikt de computer om te studeren. Chris neemt zijn pillen. Hij heeft pijn in zijn buik. Christina belt met haar moeder. Ze praten over kinderen. Christo heeft dorst. Hij drinkt een glas water. Claire kijkt uit het raam. Ze kijkt naar buiten. Claire leert Nederlands. Ze vindt Nederland moeilijk.